Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Van Heugtetransport. Vandaag op Hemelvaartsdag speelt Scherpenzeel een thuiswedstrijd tegen Spijkenissen. Een belangrijke wedstrijd voor beide partijen in de strijd om lijstvrouwen. Spijkenissen staat een plek laag op de ranglijst en dus is het voor beide ploegen van belang om vandaag de 3 punten te pakken. De eerste aanval van de wedstrijd komt van de bezoekers. Voorzet vanaf de rechterkant en het is Daan Bourgognier die de bal net overkomt. De eerste speldeprik is van Spijkenissen. Hier de thuisploeg in de aanval in de 8e minuut. Lange bal op Arwin. Die legt hem goed terug op Ismaël Ouadou. Is hij op zoek naar zijn linker. Daar is de ruimte en het schot in het zijnet. Het publiek telde hem al, maar de bal ging toch echt in het zijnet. Grote kans voor Scherpenzeel om de score te openen. Soufiane Lahmoudji ligt geblesseerd op de grond, maar lijkt verder te kunnen. Blessures is een thema dat we nog vaker gaan zien in deze wedstrijd. Scherpenzeel na de blessurebehandeling weer aan de bal. Met Corné Davelaar. Lange bal van achteruit richting Arwin. Die komt net niet bij, maar loopt wel de keeper omver. Scherpenzeel dringt langzaam aan en krijgt wat kansen. Na ongeveer een half uur spelen krijgt Scherpenzeel een corner. Koen Temmek neemt hem en daar is Corné, die kopt hem net over. Wat een grote kans op de 1-0 was dit. Corné weer met een lange bal. Arwin zoekt de diepte, krijgt de bal mee en daar is anders nog de goal voor Scherpenzeel. 1-0 via Arwin van Soest. Hij rond zoals hier te zien is in de herhaling de lange bal knap af in de verre hoek. De thuisploeg op voorsprong na 35 minuten spelen. Dan Spijkenissen dat weer eens wat probeert. Afstandsschot en de bal gaat buiten bereik van doelman Stef Rummel op de paal. Hier komt Scherpenzeel goed weg en pech voor de bezoekers zo vlak voor rust. De thuisploeg nog maar eens met een aanval. Soef legt hem op Issy. Die bereikt Tevik Sayar. Tevik vindt met dat moeite Koen. Koen legt hem terug en Soufiane schiet net naast. Mooie aanval van Scherpenzeel dat dicht bij de 2-0 is. En hier zeker meer had verdiend. Trainer Peter Wubbe is niet tevreden en brengt in de rust een dubbele wissel. Spijkenissen krijgt gelijk naar rust in de 47e minuut een corner. En daar is het aanvaller Julien Gretz die hem binnenkomt. Zo komt Spijkenissen goed uit de kleedkamer en is de stand 1-1. Scherpenzeel komt nog niet goed uit de startblok in deze tweede helft. Een vervelend moment ontstaat er als Issy en Alessandro Franzoso met elkaar in botsing komen. Na een lange blessurebehandeling die de nodige blessuretijd zal gaan opleveren straks, moet Alessandro het veld verlaten in de 53e minuut. Scherpenzeel weer met hetzelfde recept als voorrust. Lange ballen in de diepte op Arwin. Arwin hier met het schot, maar doel een Rachib Osrak red. En in de rebound wordt het schot van Issy geblokt. De thuisploeg blijft gevaarlijk met hier Koen. Die weet Issy te vinden. Bal wordt net te hard voorgegeven voor Arwin. Die legt hem laag terug. En het schot van Issy wordt gekraakt. Mooie aanval van Scherpenzeel. Dat is goed naar de voorsprong. Nu Spijkenissen een keer met een lange bal. Stef komt uit en heeft de bal met moeite klem. Een evenwichtige en spannende wedstrijd tot nu toe tussen beide ploegen. Spijkenissen in de aanval en daar is dan de 2-1. Zo komen de bezoekers na 66 minuten spelen op voorsprong. Ongeloof aan de kant van Scherpenzeel dat hier op een achterstand komt. We gaan de slotfase van de wedstrijd in. Als hier in de 75e minuut Tevik Arwin bereikt. Tevik krijgt de bal terug. En dan is het Corné die de bal snoeihard net naschiet. Dat scheelde weinig. Bal van achteruit van Spijkenissen. En die valt over de verdediging van Scherpenzeel heen. Schietkans voor Marvin van der Pluim. Maar de bal belandt in de handen van Stef. Knappe redding. Diezelfde Marvin stuurt hier Chander Buitenhek weg. Xander kapt hem en draait een aantal keer om volgens de bal in de handen van Stef te schieten. Hier had meer in gezeten voor de bezoekers, die de wedstrijd in het slot willen gooien. Door de vele blessurebehandelingen spelen we nog even door. Scherpenzeel krijgt een kans als hier de voorzet van Murat komt. Arjen met de kopbal, maar die gaat net over. Thuisploeg krijgt de bal vandaag te weinig tussen de palen en dan wordt scoren een lastige zaak.
Spijkenisse komt er nog één keer uit met Jawad Belhassan. Stef is ver uit zijn goal en Jawad gaat er langs. Gaat hij dan de beslissende 3-1 maken? Nee is het antwoord, want Stef legt hem neer. Scherpzeel mag het dan nog één keer proberen. Daar komt de voorzet, maar die wordt weggewerkt. En zo eindigt deze enerverende en gelijk opgaande wedstrijd in een 2-1 overwinning voor Spijkenisse. Scherpzeel kreeg genoeg kansen, maar wist ze niet te verzilveren. Over 2 dagen wacht alweer de volgende uitwedstrijd. De tegenstander is dan de rode lantaarndrager Rijshoord.